Goedemorgen. Hey, Karin Stolhorst, herken je het shirt? Ja, we hebben dezelfde. Ik heb hem alleen aan uit nood, hij is veel te groot. Maar de rest zit gewoon allemaal in de was. Die ga ik straks ophangen, want dat heb ik al gedaan. Het is vrijdagochtend. Ik ga eerst eventjes met iemand mee ergens naartoe. Dat kan ik niet filmen. En daarna ga ik de was ophangen. Ga ik hier in huis wat puin ruimen en dingen doen. Maar nu ga ik even op pad. Het is 11:30 inmiddels. Ik heb al een video geëdit. Ik heb ontbeten. Ik heb met de hond gelopen. Marijn is al de post aan het bezorgen tussen de buien door. Hij is nu met zijn tweede stapel bezig. Ze schiet op. De keuken, daar moet nodig wat aan gebeuren. Want dat is een zooitje. Iedereen heeft alles zo neergezet. En jullie hebben een nieuwe accu nodig. Dus dat ga ik nu eerst eens even regelen. Ken je die vrouw die een korte broek aantrok en teenslippers? Nu gaat het regenen. Maar het is zo benauwd dat ik eigenlijk geen zin heb om een lange broek aan te trekken. Dus ik ga het gewoon doen dan mijn natte voeten. Vind je ook niet? Ik vind het een goed idee. Ik moet nu echt gaan. En ik had bedacht dat ik van tevoren de was nog even ging ophangen. Maar ik heb nog even de apenhul geëdit. Ik had 1,5 uur materiaal en dat heb ik teruggebracht naar 18 minuten. Korter kon gewoon niet. Want dan knipte ik er echt zoveel dingen uit dat ik dacht, dan krijg je geen goed beeld meer van het park. Dat heb je nu volgens mij wel een beetje. Maar je kunt gewoon niet alles laten zien. En dat moet ook niet. Er moet ook nog wat leuks overblijven. Goed, er wordt druk geappt in allerlei vloggroepen. Dus daar ga ik even naar kijken. En ondertussen ga ik de auto opzoeken. En dan ben ik er straks weer. Dat zal rond de middag zijn. Doei! Het is 1 uur. Ik ben weer thuis inmiddels. Ik heb mijn brood hier neergelegd. Ga ik ontdooien. En ik heb hele lekkere pindakaas gehaald bij de Xenos voor 1 euro. Dus met walnoot. Dus die ga ik lekker eten zo. Maar ik ga nu eerst even hier wat opruimen. Ik moet toch wachten tot mijn brood ontdooit. Dus dan ga ik eventjes de vaatwasser uitruimen en zo. Dan is dat ook maar weer klaar. Een pakketje en ik weet niet meer waarvan, dus ik ga even kijken. Het is geen Ali pakketje, het is het Nederlands afgestempeld, dus we gaan even kijken. Dit is leuk. Dit is een reclame dingetje. Dit heb ik gewoon gratis gekregen, is niet gesponsord door of zo, maar dit is van Purina. En die kon je online bestellen. Dan werd je misschien, of minstens aanmelden. En dan werd je misschien uitgeloot. Het is een hard bordje. Ik ben benieuwd of Puk het wat vindt. Ik ga het aan haar geven. Nou, het is een best groot bordje voor een klein hondje. Ik had gevraagd om een maatje mini.
Dus ik ga nu eventjes hem aan hem geven. Puk, kijk eens. Oh, kom maar. Kom maar. Kom maar, ga eens even mooi zitten. Ga zitten. Goed zo. Oh, ruikt dat niet lekker? Alsjeblieft. Het is groot, hè? Ja, ik denk dat ze hem een beetje te overweldigend vindt. Ik leg hem in een mandje, kijken of ze er wat mee gaat doen of niet. Voor nu vindt ze hem vooral eng. Nou, ik ben inmiddels even van mezelf aan het maken. We zijn eind van de middag. Ik heb vanmiddag niet heel veel bijzonders gedaan. Ik maak daar gebakken champignonnetjes en in die pan komen eieren. En dat gaat er lekker bovenop elkaar. Kaas erover. Dan heb ik een lekkere maaltijd. En ik ga nog even zo'n groene jongen salade maken. Iemand vroeg aan mij wat is de verhouding. Nou, ik doe dat een beetje op de gok. Ik gok 2 eetlepels azijn, of 3. En dan in die verhouding ook een beetje zoetstof erbij. Ik proef het gewoon tot ik denk het is lekker. Wat zout en peper. Dat is het eigenlijk. Zo simpel, maar zo lekker. Het geluid dat je hoort, dat is een kind dat cassettes sloopt. Nou, ik ga even een rondje lopen. Ik wil even wat Harry Potter kilometers maken. Maar fietsen gaat op het moment ook niet, omdat ik echt pijn in mijn rug heb. En dan het hobbelen wordt het erger van. Dus ik ga even een stukje lopen. Jullie mogen even meewandelen, als je er zin in hebt. Anders moet je een stukje doorskippen.
Nou, dit is die magnetron, combi-magnetron die ik van de week aan het schoonmaken was. En nu ben ik even aan het testen of hij inderdaad ook het goed doet. In elk geval werken de oven prima. Daar ben ik als kal achter. Maar zo te zien doet hij het goed. Ik ben even kijken hoe lang of het waterkoken lukt. Het is nu een halve minuut erin, iets meer. 40 seconden nu. Dus ik ben benieuwd. Ik heb nog een rooster gevonden en die past niet helemaal. Dus ik ga nog even een kleinere zoeken. En twee ovenschalen. Die zouden er ook in moeten kunnen. Maar volgens mij gaat het water zo koken. Hij is 850 watt. Maar we moeten hem even opzoeken, want even het boekje zoeken daarbij. Onderweg naar boven. Ik ga nog even achter de computer. Nog eventjes een video editen. Dan kan ik mooi editen of renderen terwijl ik lig te slapen. Oeh, donker al jongens. Dus dat ga ik nog even doen. Dan ben ik weer helemaal bij. Dan hoef ik alleen nog maar de video van vandaag. Dus dat is wel lekker. Dus dat ga ik even regelen. Even jullie reacties doen. Dus even zo meteen opnoemen wie er allemaal een reactie hebben achtergelaten. Ik zal eens even gaan kijken in de community. Ik kom zo bij jullie terug. Ik moet het even opstarten en zo. Dus tot zo. Nou, ik had vandaag gedurende de dag al het een en ander gedaan. Maar Hidden en Anita, Bezem hebben we gereageerd. Mirjam Rijtsma. Leeuwtje 007, die gaf nog twee leuke namen door. Familie Stoelhorst. Tineke Talsma. De vloggende 50-plusser. Mirjam C. Gerry Ploegstra. Monique Willemsen. Christel Herder. Gea Bos. Family Fun Familie Vloggers. Mattie de Ridder. Sabrina van Ruiten, Erika Tolen, Marleen Koele, Ria Nap, Gerdien, Marja van Kuik, Sandra van Sticht. Nou, en dan kan ik nog wel een uurtje doorgaan met alle namen die doorkomen. Liz van Laar, Amanda Baas, Aletta van Meurs, Melissaatje Melissa, Astrid, Tammy T. Talks, Rick en Priscilla Dieleman. Nou, ik denk dat ik nu iedereen zo ongeveer wel gehad heb. Nicole Kuiper nog, Gerry Ploegstra had ik al gehad. Meta 994. Leuk dat je er ook bij bent. Kortom, Jolanda van Splunteren. Ja, echt ontzettend veel mensen die elke dag reageren. Het is echt super tof. Ik plan gewoon elke avond voor ik ga slapen even in om tijd te nemen om te reageren als het overdag niet gelukt is. Dus dan ga ik dat doen. Ik ga onder een douche staan en dan raak ik lekker mijn bed in. En dan vind ik het ook wel werretjes voor vandaag. Ik ga de vlog nu gelijk afsluiten, want het heeft niet zo heel veel zin om nu nog te gaan douchen en dan terug te komen met hi, ik heb gedoucht, ik ga slapen. Dat vind ik, nee. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Hè. Abonneer als je nog geen abonnee bent. Dat kan hier beneden. Even op de rode, grote rode button knikken. Als je daarop geklikt hebt, komt er naast die rode button een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je gewoon voortdurend een melding als ik iets nieuws plaats. Dus één keer per dag, dus soms twee keer. In elk geval wens ik je een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk je hem 's avonds dan. Slaap lekker, heb mooie dromen. Tot morgen!